Waarom buk je? Ze zien je niet, Jeroen. Zaten ze goed in de buurt? Ik denk het wel, ja. Hey jongens, ik heb die nep eend die hier in de tuin staat in de heipaal gestopt. Dat ik jou gewoon de hele week niet gezien heb, bro. Dat deed ik. Ja. Jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik weet niet of jullie het al gezien hadden of al doorgehad hadden, maar dit hangt er nog steeds. 22, we kunnen al bijna de 23 op gaan hangen. Maar heb ik toestemming? Heb ik toestemming om ze eraf te halen, liefst schat? Ja, zeker. Ja? Is er nog tegen jou? Jij moet ze eigenlijk echt zelf afhalen, hè? Oké, dan ga ik de camera aan jou geven. Jongens, 22, het was een geslaagde verjaardag. Oh. Kan je kapot klappen? Probeer. Het galmt lekker hier. Oké, nog eentje? Nee, doe maar niet. Hoppa! Zo, helaas. Ja, het is echt de tijd dat die eraf gehaald werden, jongens. Kijk hier, ook even de plakbandjes eraf. Zo, deze eraf. Het feest is voorbij, helaas. Zo, die plakranden op die kast. Dat is plakbank, valt mee. Zonde. In ieder geval, het is vandaag een lekker zondag, jongens en meiden. En ik ga dit hier even netjes zo even aandrukken. Eigenlijk moet de zak leeggemaakt worden. Dat zal ik vanavond even doen. Maar het is gelukkig een prachtig lekker zonnetje. Wat jammer. Jammer dat de verbouwingen nog niet af zijn daar. Anders had ik er echt al ingedoken. Jongens en meiden, welkom bij de opruim. Ja, schat, ik stap mis. Oh my god. Hallo, ik schrik me dood. Ik denk dat je van de trap valt. Schat. Wat de fuck heb je hiermee gedaan? Schat, die fucking lat. Dit? Godver. Ik stap mis op die trap en ik val zo. Je stap mis, ik dacht dat jij viel. Ja, ik stap mis en ik laat dat ding aan mijn handen vallen. Ik noem nu mijn goal. Dat mag. Dat ben ik ook. Kutzooi. Ja, dat ga je echt niet meer goed krijgen. Oké, ik wilde dus dit allemaal gaan opruimen. Want kijk, dit kan dus allemaal naar de zolder toe. Dit is allemaal niet bruikbaar, maar die stok valt uit mijn hand. Omdat die trap zo gammel is. En ik met de camera bezig ben. Ik moet echt niet... Zo, hij is wel goed geraakt. Hij heeft hem hier precies erin gehaald. Zo. Oh, ik ben zo onhandig. Ik haat dit leven soms echt. Ik ben zo onhandig. Oké, goed begin van de vlog. Ik kan erom lachen. Laat ik het daarop houden. Ik wil in ieder geval deze kamer een beetje gaan opruimen en wat dingen dus boven gaan leggen. Dus daar ga ik wel even verder mee. Want de zolder, daar moeten eventjes wat spullen naartoe. Oké, jongens, het is gelukkig maar materiaal. De deur die fixen we wel, dat komt helemaal goed. Het is alleen gewoon stom dat het zo op zo'n manier gebeurt. Ah, hoe dom ook. Ach ja, er zijn wel eens ergere dingen in het leven die gebeuren. Echt niet handig. Oké, ik ga één ding beloven. Jij doet altijd het dak dicht, hè? Ja. Eén ding beloven, ik ga nooit meer op zo'n gevaarlijke trap en vloggen tegelijk. Oké? Maar het is ook gewoon niet slim. Het is ook gewoon echt niet slim. Mijn moeder is een keer hierdoor echt van de trap afgevallen, hè? Ook gewoon op zo'n trap thuis. Het is echt gevaarlijk. Oh. Dus ik zie alweer hoe dat gaat. Je zet je camera neer en dan denk je, oh, dan moet je die stang nog pakken en dan... Ik zie ja, dan ben ik weer met vijf dingen. Enthousiast erop en dan... Ja, dan ben ik heel enthousiast aan dat vloggen. Denk, oh, even een leuke vlog maken en hoppakee. Ja, het gaat beter dat die ding viel dan dat jij viel. Toch? Toch? Ja, dat wel. Ik heb ook pijn aan mijn poot, jongens, maar ja. Voor hetzelfde geld val je achterover en breek je nek. Ja. Klinkt heftig, is, maar ja, dat gebeurt wel. Het is beter dat ik die stang liet vallen dan dat ik zelf viel, inderdaad. Alleen, ja, nou moet je het nu weer terug. Ik denk dat je het eenmaal leeg moet halen, dan op moet vullen en opnieuw moet lakken. Kan,
Maar het kan goed zijn dat dan een nieuwe deur goedkoper is. Oké, okay, nou kijk, het gelukkige is dus, we waren toen de tijd altijd aan het kijken voor nieuwe deuren. Bovenop de bovenverdieping. We moeten alleen even kijken of dat nu kan. In ieder geval jongens, laten we dat verhaal even weg. Leuke content voor jullie, minder leuk voor ons. Of mij in ieder geval. Maar wij gaan dus eventjes wat kopen. We gaan even een flesje drank halen. En niet voor onszelf, maar voor Rick. Want Rick die heeft vandaag de marathon gerend in Rotterdam. We wilden eigenlijk gaan kijken, maar gisteren was het al zo belachelijk druk. Dus ik dacht van ja, misschien is het niet heel handig als we daar naartoe gaan. En 3 minuten geleden kreeg ik de melding. Rick Moorders heeft de marathon van Rotterdam voltooid. Wow! Tijd 4 uur en 16 minuten. Nou, super netjes. Ja, ook helaas niemand van de andere vrienden die kon vandaag. Want de ene ging op vakantie en de andere ging wat anders doen. Maar vandaar, we gaan wel even wat kopen voor Rick. Want hij mag dus volgens mij na echt een half jaar of iets. Hij mag eindelijk weer het drinken. Hij mag eindelijk weer een drankje doen, inderdaad. Zo, dus dat is wel leuk. Laat maar eens even zien. Oké, wat ik dus heb gehaald is dit. Om te feliciteren. Maar eigenlijk, ik kreeg dit er ook bij. Dus ik dacht, misschien is het een leuk idee. Als je die in... zien. Ja, dus als we hem even icen. Maar eigenlijk moet ik hem dan een beetje zo hier... in doen. In verstoppen. Misschien alleen... ik heb nog een jas. We doen hem wel in mijn jas ook. Ja, want dit blijft niet lekker zitten. Dus dat gaat niet echt. Nee. Oké, we staan eventjes op de rand van de stad. Maar we komen de stad nu dus echt niet in. Dus dat gaat hem even niet worden. Wat ook logisch is natuurlijk. Dus misschien dat we even wat later Rick gaan tegenkomen hier in de stad. Maar nu heeft het niet zo heel veel zin. Omdat het gewoon echt, echt veel te druk is daar ook in de hele stad. Ja, en vooral ook met parkeren. Ja, en ik haat de drukte. Ik heb daar een hekel aan. Dus het heeft nu even geen zin om de stad in te gaan. Zo, jongens, we hebben even snel een ijsje gehaald. Alleen toen wij het ijsje gingen halen was het nog wel even lekker warm. Dus we dachten we gaan lekker buiten zitten. Maar we dachten we gaan toch maar even in de auto zitten, want het is een beetje koud. Het is echt fris. Dus, welke smaak heb jij? Mokka, Bueno hazelnoot. Mokka en Bueno hazelnoot. Ja, ik heb ook Bueno hazelnoot. Ik heb een hapje ervan genomen, want anders smelt die straks. En ik heb ook stracciatella. Stracciatella vind ik altijd zo lekker. Ook die vla altijd van, als je die van de appie haalt of zo, die is echt super lekker. Heb je ooit mokka ijs op? Nee. Moet je proeven, is echt zo lekker. Mokka? Mm. Echt zo lekker. Proeft gewoon een ijskoffie. Wat gek is, jij lust dus helemaal geen koffie. Wel. Ja, ijskoffie wel. Ja, en latte macchiato, cappuccino. Maar koffie zelf drink jij nooit? Zwarte koffie, bedoel je? Ja, dat drink jij nooit. Nee. Echt never nooit. Wel niet. Dat vind je gewoon niet lekker, dat toch? Echt niet lekker, nee. Hmm. Bueno hazelnoot is ook echt, echt een goede smaak. Altijd hazelnoot is altijd lekker. Mm. Heel lekker. Wij komen weer thuis. En zie je dat bordje daar? Daar staat dus dat er geen vrachtwagens mogen komen eigenlijk hier in de straat. Maar dus eigenlijk de 30ste hebben wij precies... Oh ja, auto even wachten. Ja. Even kijken. Dankjewel. De 30ste hebben we dus inderdaad echt een ontheffing van dat bord. Want dan komt dus echt die hele grote vrachtwagen hier zo van de hijskraan. Ja, vrachtwagen. Is dat een vrachtwagen? Het is eigenlijk een hele grote truc. Dat noem je niet echt een vrachtwagen natuurlijk. Nee, maar er heeft wel een vrachtwagen gestaan van de week. Ja, en daar hadden we ook toestemming voor. Want eigenlijk mogen er dus in deze straat helemaal geen vrachtwagens rijden. Dat is gewoon verboden. Maar ja, door het verbouwen moest dat natuurlijk wel en kan het niet anders. Want je kan moeilijk de vrachtwagen helemaal aan de andere kant neerzetten, want ze moesten beton storten natuurlijk. Dus eigenlijk mogen er geen vrachtwagens hier in. Maar we hebben toch een paar keer die ontheffing moeten regelen. Gelukkig. De reden dat daar dus geen vrachtwagens op mogen rijden is zo door het gewicht van die wagens. Omdat de straat anders ook gewoon helemaal wegzakt en wegdeukt. Dus we hebben ook een paar keer hier de straat opnieuw moeten asfalteren. Want er zijn dus wel gewoon alsnog vrachtwagens die er natuurlijk komen. Maar omdat het allemaal, ook daar zakt het dus allemaal weg. Eigenlijk een beetje hetzelfde geval met in de tuin. Dat het allemaal onderheil moet worden is dus ook gewoon daar op straat. Het zakt gewoon allemaal weg. Dat zegt best wel veel over de grond eigenlijk hier zo. Best wel gek. Wat trouwens wel goed is jongens. Eigenlijk onze tuinset, weet je nog? Zou vorige week geleverd worden. Oh ja, klopt. Vorige week zouden ze eigenlijk hier alles klaar komen zetten. Dat het mooi maken. En dan zouden ze zelfs foto's gaan maken. Er was een fotograaf geregeld die dan naar foto's zou maken. Voor misschien in een blad of iets. Maar toen had ik gezegd van ja. Misschien handig als we het niet doen. Want het terras is nog super smerig. Kijk. Toen heb ik ook gezegd van ja. Ik wacht nog wel even met het terras schoonmaken. Maar dat is nu echt wel ja, het goed is geweest. Echt, echt vies. Kijk, je ziet ook allemaal. Ja. Afdruk. Stel je voor dat ik het vorige week helemaal had gecleaned met dat ding. Dan was het nou echt voor niks geweest. Dan was het echt voor niks geweest. Want het kost ook wel echt een hele middag om dat hele terras natuurlijk schoon te maken. Maar dan was het nu gewoon gelijk door alle smerigheid weer helemaal gewoon zo geworden. Dus ik ben op zich wel blij dat ik gewoon het zo heb gelaten en niet gedacht heb van nou misschien moet ik het toch even schoonmaken. En dat, ja, die meubels hebben we dus verplaatst naar ergens begin mei.
dan komen ze dus klaarzetten. Oké, we hebben even wat eten besteld. Lekker biefstukpuntjes en dingen, maar ik zie er nog wat liggen. Kijk dit. Wat? What the fuck? Ik heb gewoon eten besteld en ineens zie ik ook dit. Lin! Ik heb eten besteld en ineens ligt dit voor de deur. Zeg maar, die vrouw loopt er ook gewoon voorbij. Oké, maak jij het open? Wat is het? Wat is het? Ik denk dat ik weet van wie dit is. Is het een frikandelletje? Nee, ik denk dat ik weet van wie dit is. Huh? Oh. Bossenbollen! Huh? Wie heeft dat gedaan dan? Lekker! Dit is het toetje. Nou, top! Maar jij denkt dat je weet van wie dit is. Hoezo? Ja. Wat dan? Volgens mij had Bo een familiedag vandaag. En dan leggen ze dat voor de deur. What the fuck? Oké, ik heb geen idee jongens. Nou, ik ga even onze andere bestelling pakken, want daar zitten de biefstukpuntjes lekker in. En wat asperges en alles, dus daar heb ik wel lekker trek in. En nou ja, dan hebben we een bossenbolstoetje, dat kan. Oké. Wil je hier zitten? Of... Ja, is goed. Nee, je kan nog hier zitten. Kijk, even lekker op de zondag wat besteld. Jij hebt een hele pokeball weer. Ja, die pokeball van jou was gisteren wel echt lekker. Die was lekker, hè? Ja, dat was echt een goede pokeball. Ja, ik heb lekker biefstukpuntjes met aardappelpuree en een, wat is het? Tomaatje zit erin. Oh, zo vies. Vind je dat vies? Oh, aardappelpuree. Vind je dat zo vies? Oh, ik krijg helemaal kipvel van. Oh, ik vind dat echt heel lekker. Ja, en nog wat kipspiesjes erbij. We hebben dus een beetje kipspiesjes over. Kijk, er zit een beetje saus op, maar ik denk dat ze dat wel lekker gaan vinden. Oh, er komt wel de eerste. We gaan het gewoon hier in de voerbak gooien. Kijk. Tuurlijk, ik had ook wel verwacht dat deze kat er als eerst was. Oh, ik had het niet als eerst verwacht eigenlijk. En dan gaan we gewoon kijken. Hier komen er allemaal bij. Tuurlijk, snif en snies. We gaan kijken of het straks over is als we terug thuis komen of dat het opgegeten is. Maar ik denk eerlijk gezegd wel dat... Ah, ze willen dit nu al. Oh, het ruikt wel echt lekker. Het ruikt gewoon een beetje naar die kattenvoer, toch? Ja, er zit alleen iets anders sausje over. Oh, ze krijgen helemaal kopjes. Of ik krijg kopjes voor jullie. Maar het laatste is of dat ze gelijk eten? Ja, sowieso. Sniesje natuurlijk. Oh, sniesje. Sniesje, word je zo verwend, tikketje. Ah, snif zit een beetje zielig toe te kijken. Sniesje, maak eens ruimte voor je broer. Ja, Gio, hij vindt het lekker hoor. Ja. Ja. Snif. Oké, jongens, ik heb die nep eend die hier in de tuin staat in de heipaal gestopt. En ik ga nu Gio brengen en zeggen dat hem eend in de heipaal zit. Gio! Kom eens! Er is iets met Pipi. Wat? Oh, lach je zo. Ja, het is eigenlijk... Waarom lach je zo? Er is iets met Pipi. Wat? Ja, het is echt niet grappig eigenlijk. Wat? Loop eens naar die heipaal. Wow, yo. Is dit serieus een grap? Is dit serieus een grap? Ja. Je moet hier echt nog even op oefenen, Lin. Als je mij een keertje goed terug wil pakken, moet je hier echt beter op oefenen. Heb je nou serieus die eend ondersteboven erin gedaan? Ja. Serieus? Maar het is wel beter zo, we kunnen hem er beter in laten. Oh, Steven, komen die mensen komen. Die komen hier straks werken. En dan zien ze die eend hier erin liggen. Oké, jongens, het is een nep eend. Jeetje, Lin. Maar je kunt hem beter in laten. Ja, ik laat hem er wel in. Zo, erop. Goed? Ja. Nou, Lin heeft een prankje uitgehaald hoor. Hey, goede prank. Beter dan mijn pranks in ieder geval. Ha. Wij zijn de auto weer even ingestapt, jongens. We gaan dus vandaag helaas niet meer naar Rick. Want Rick appte me net en zei... Yo bro, beter gaan we eventjes anders in een avondje deze week afspreken. Want mijn benen kan ik niet meer opstaan. En dan stap ik ook wel als je 43 kilometer gerend hebt. Dus die man is waarschijnlijk gelijk naar bed gegaan. Maar we gaan dus wel even langs Jelle. Want Jelle is ook al de hele week ziek. Dus we gaan even op ziekenbezoek bij hem. Normaal gesproken zie ik Jelle bijna elke dag wel. Dat weten jullie ook voor alle mensen die alle vlogs kijken. Bijna elke dag zie ik Jelle wel. Maar ja, ik heb hem nu al zowat een week niet gezien of zo. Wanneer is hij überhaupt voor het laatst bij ons geweest? Zaterdag. Vorige week zaterdag. Dat is echt lang voor een Jelle. Een week en een dag, ja. Jelle zien elkaar altijd eigenlijk elke dag, zoals ik al zeg. Nou, en dat is niet elke dag, dan is het onderdag wel. Dus hij is wel goed ziek geweest, denk ik. Zo te zien zijn alle borden alweer weggehaald. Dat gaat zo snel, hè. Kijk, hier staan nog wat borden.
Zo, gelukkig wel. Precies hier reden wij een paar uur geleden. Ja, inderdaad. Zo. Oh, maar nu kunnen we gewoon de stad dus weer in. Maar ja, in Rotterdam tijdens de marathon is het gewoon echt helemaal bomvol, bijvoorbeeld op deze straten. Maar we kunnen nu dus gelukkig alweer Rotterdam in. Vanmiddag was het echt niet te doen. Vandaar dat we er ook gewoon echt niet konden komen. Wij hebben dus niet gezegd dat we langskomen. Dus ik ben benieuwd of hij het wel leuk gaat vinden. Staat het raam open? Nee joh, gek. Nee. Zo. Oh, het staat wel open. Oké. Okay. Even kijken. Waarom buk je? Zo zie je niet in je rug. Nee, nee, dat is het verkeerde. Maakt het niet uit. Jawel. Nee! Oh. Hey! Ik heb hem gesteld. Hey! Hallo! Hoe is het met mijn zieke vriend? Hij ligt op de bank. Mag ik? Ik ga jullie eerst even groeten. Hey. Hallo! Hallo! Alles goed? Nee, zeker. Hoe hebben jullie bossenbollen? Ja, we hebben ze nog niet opgegeten. Dat is waar, dus voor jou. Ah, ga weg met de camera. Oh, mijn zieke vriend. Oh, ja, het is een beetje in de teken. Ja, we komen ook onaangekondigd. Gaat het, jongen? Zo, je ziet er echt wit uit, ouwe. Nee, het gaat al beter. Als eergisteren lag ik het ziekenhuis weer, hè. Ja? Ja. Dat is niet het gaat nu al stukken beter. Ja? Ja, echt. Echt stukken beter. ik denk morgen nog even één hersteldag en dan ga ik weer werken. Zo. Ja, we hebben een wodkaatje meegenomen, dus... Oh, in dat geval, ik ga morgen werken. Ja. Het ziet er zomers uit. Ja, goed hè? Goed broekie. Ja, lekker. Zwart shirtje, je bent nog lekker bruin. Ja hè? Ja. Bro, je ziet echt wit, man. Ik hoop het niet. Want ik ben net weer aan de wel betere kant, dus ik hoop niet dat ik nog steeds zo wit zie. Nou, je ziet wel wit. Ja? Of ben ik de enige die het ziet? Ja, of jullie zijn elkaar nu gewend. Ja, ja. Ik ben die bruine kop van Lin gewend. Ja, als je die kop van Lin hebt, dan lijkt het eigenlijk niet zo hard op zich waar ik op lijk, maar... Wat? Oké. Okay. We hadden het er wel over. Het is inderdaad... het is wel echt een gekke week geweest voor mij. Waarom? Dat ik jou gewoon de hele week niet gezien heb, bro. Dat ik de hele week ziek ben. Ja. Gast, donderdag lag ik te kotsen. Vrijdag lag ik met koorts. Zaterdag lag ik in het ziekenhuis. En vandaag lag ik met koorts vannacht. En nu ben ik weer redelijk normaal. Ja, ik miste de appjes. Ja, jij hebt mij geappt. Ik dacht dat we ruzie hadden, bro. Nee, bro, jij hebt mij geappt om een paar keer op te komen chillen. Toen werd ik nog zieker. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Ja, huh? Wie is dat? Hij en mij. Ja, erg. Ik kreeg gelijk 38 graden koorts. Jongens, we zitten even te kletsen met de zieke jongen hier. Ja, wel, weet je wat wel een leuk verhaal is trouwens? Nou? Wat jij gaat vertellen, maar dat ik ben daar dus geweest door een kijker van jou. Wat? Ja. Ja, deze man heeft dus de ziekte van Crohn. Het is een best wel heftige darmziekte eigenlijk. Wat wij daar heel erg van merken is, zijn voornamelijk scheten. Ja. En als je net naar het toilet geweest bent. Soms ben ik even 5 dagen van de raad, ja. Omdat ik dan ziek ben. Maar je bent nu dus voor... Ik ben een ortomoleculaire therapeut geweest. En een kijker van jou... Sorry, hoe? Ja, een ortomoleculair therapeut. Ja? Ik weet ook niet precies hoe schrijf je dat? Oké, laat maar... Vertel. En een kijker van jou heeft me op die persoon... gewezen? Gewezen. Ja. Yeah. En daar ben ik dus heen geweest. Maar nu mag ik dus geen gluten. Ja. Yeah. Geen zuivel. Geen rood vlees. Geen pulvruchten. Geen rauwe groenten. Geen suikers. Geen sigaretten? Dat deed ik gelukkig toch niet. Oké, dat is goed. Nou ja, laten we zitten. wat mag ik nog meer niet? Nou ja, eigenlijk geen alcohol natuurlijk. En zo ja, min... dat ben je ook nooit. Nee, alcohol wel. Zo min mogelijk suiker. Maar ja, hij mag bijvoorbeeld ook geen bier meer drinken. Want dat is helemaal niet. Oh, er zit natuurlijk super veel gluten in. Ja. Ik heb op Bavaria glutenvrij bier. Bestaat dat? Ja, hartstikke lekker. Maar dat is allemaal zodat het beter gaat met je darm. Of zodat je niet meer zo'n uitval hebt van 5 dagen. Exact dat. En dat ik voor een medicatie op een gegeven moment. Eigenlijk dat is een ontstekingswaar dat meer onder controle kan krijgen. En in de hoop dat hij misschien van zijn medicatie af kan. Want zijn medicatie zorgt ervoor dat zijn ontstekingswaarde... Dat mijn afweersysteem pad ligt. Ja, dat ook. Maar dat is het slechte aan je medicatie. Maar het goede aan medicatie is dat het je ontstekingswaarde heeft. Ja, als het goed is. Ja, luister maar naar. Ja, ik hoor het al boven het beter. Ja, dat is bij mij ook vaak hoor. Nee, ik weet het ook niet goed hoor. Maar ik heb gewoon geluisterd naar wat die man zei. Ja, precies. En misschien mag hij dan eindelijk van zijn medicatie af. En zijn medicatie zorgt ervoor dat hij zo vaak griep heeft. En zo vaak ziek is en zo. En... Nou. Zou je dat mee kijken? Ja, ik weet niet wat, maar... Shout out naar hem. Haar. Haar, oh.
Oh, dit is een vrouw. Ja, dat was een meisje. Oké. Okay. Raad het vermogen van YouTubers. En dan een jaar later gewoon de helft van zijn vermogen moet weggeven. Hoeveel ton nou? 9? 11? Ja, maar ton, dat moeten we... Ik ben benieuwd. Hoeveel van ons nou... Jij weet het. Hier al ja? Gepland hebben op zijn liefdesleven. Minimaal niet. Voor wat? Ja, die heeft al wat tijd nog weten. Ja, ik vraag me dan af, zeg maar, hij maakt er wel video's van. Ja, hij verdient het wel terug. Ja, daarom. Hij speelt kiet. Ik heb het uitgaan gedaan. Maar dan maak je daar geen video van. Achteraf denk ik toch van hem. Ja, als ik maar een video in de kant maak. Zaten ze goed in de buurt? Ik denk het wel, ja. Ik heb 5,5 miljoen, man. Ik zeg 3,4. 3,4. Nee, wat? Oh. Ja. Okay. Sorry, ik ga je toch onderbreken. Wat? Wat ik gokte, zat dicht in de buurt van wat internet denkt. Dus wat... het internet denkt hier... Nee, niet het internet, maar iemand die erin gespecialiseerd is, zeg maar. Wat het vermogen van mij is? Ja, bijvoorbeeld zo'n... We noemen zo'n code 500 of zo. Oké, ik ben benieuwd. Een huis van 1,5, een Ferrari, een Porsche, ja. Dat is al 2 miljoen of zo. Shit. Maar daar is vlog, hè? Dat heeft geen views, maar hij maakt wel daar. Ouch. Nou, ga eigenlijk ouch. Stop met daar van vloggen. Ja. Nee, maar dat duurde heel kort, 3 dagen of zo. Ja, toen zag ik die geld boven. Dat klopt. 3,5 miljoen. Oké. Ik zat een tonnetje ervan af. Wat dacht jij dan? Ja, ik dacht dus ook... Ja, moet ik het uitleggen of wil je dat niet? Wat? Wel, hoe ik... Ja, ik ben wel benieuwd naar jouw berekening van mijn vermogen. Oké, je huis is 1,9. Ja. Dan heb je ouds van zeg maar 5 ton. Ja. Dat is 2,4. Ja. En dan heb je ongeveer, denk ik ook nog wel 8 ton of zo. Maar heel eerlijk, niet alles is afbetaald, hè? Nee, maar aan vermogen, zeg maar, rekent het dan wel mee met je vermogen of ja, niet? Ja, rekent even mee dan. Ja, dan rekent even mee, dat huis ook. En dan heb je denk ik nog 8 ton of zo, heb je wel ergens verstopt op een rekeningetje hier en daar. Dan kom je helemaal op 3,5 miljoen. Oké, ja, zou kunnen. Ik heb geen idee, man. Zullen we nu even naar mijn stukje kijken? Oh, je zit ook in deze video. Ja, ik zit ook in deze video. Ik ging best wel door uit. Ik denk dat hij heel veel uitging. Dat valt dus echt mee. Ja, ik weet niet, man. Maar hij lijkt me wel zo'n guy die naar de club gaat en ineens avond 10.000 euro. Nee, dat is ook echt niet waar. Nee, maar vroeger, Gio. Ja, vroeger, ja, maar dat is echt niet waar. Ik spend eigenlijk helemaal niet zoveel geld, inderdaad. Ook, wat? Niks. Wat? Niks. Nee, jij bent wel echt iemand, jij geeft echt geen geld. Nee. Aan niks. Nee, geen kleding. Ik loop echt in mijn afgetrapte Nike's van al... En sokken van mij. Ja. Het enige wat je doet is het eten. Dat is de enige, maar ja. Ja, maar ik geef echt niet veel geld. Dat denken mensen echt verkeerd van mij. Ja, oké, misschien met de vakanties dan. Dat is wat duur natuurlijk. Maar in principe, ja, dat verdien ik ook weer terug inderdaad. Ik geef niet belachelijk veel geld uit, toch? Nee. Helemaal niet. Nee, jij kan dat beter zeggen, denk ik. Nee. Vakanties, maar ja. Ja, maar vakanties, dat is ook weer content, zeg maar. Ja, dus ja. Dat is gewoon werk eigenlijk. Ja, daarom. Zo, we laten de jongen en de dame. Ik kom even niet op het woord. We laten ze maar trekken. Okay. Sorry! Geluidsoverlast. Zo. Oh, lekker. Terug naar huis, jongens. En ik denk dat wij morgen dus ook eindelijk een beetje kunnen vertellen waarom ik zo ga... Ja, tenminste, ik deed een beetje geheimzinnig in de vlogs over van, ja, er was iets. Het is een spannend weekend en zo, dat heb ik een paar keer in de vlog gezegd. Maar morgen in de vlog kunnen we dus vertellen waarom dat is. Hey, toch? Denk ik, hoop ik. Ik hoop het ook, maar ik ben mijn telefoon kwijt. Oh. Zoek hem eens even goed. Ik heb hem. Ja? Oké. Je zat er gewoon op. Zo, auto aan. Lekker naar huis rijden. Jongens, check even mijn... parkeerskills, hè? Ja, dit is niet normaal. Ja, hey, en ik heb hem er zo in geparkeerd, hè? Maar kijk ook aan de voorkant. Ja, het is ontzettend krap. 30 keer steken. Maar ik heb hem er wat tussen gekregen. Dat is het belangrijkste. Okay, ik moet er 15 keer heen en weer. Alle piepjes. Maar, hey. We zijn eruit. Zo, ik zou echt nooit durven. Jij kan die file parkeren, zei je? Ik weet het niet. Ik heb het nooit meer gedaan. Ja, dat zei je inderdaad. Je hebt nooit mijn file gekeken. Nee. Geen bereik, check de foto's op mijn telefoon. Ze bellen mij. Ik zweef in nostalgie. Maar jij bent er niet. Je vindt het geen lekker liedje, hè? Dat merk ik wel aan je. Hoe kan ik u helpen? Kan je ervoor zorgen dat Lin dit liedje leuk vindt? Zo, daar doet hij lang over. Hij moet even nadenken, hoor. Nou, wat een kutsysteem in die auto, hè. Heb je helemaal niks aan. Ik vraag me echt af hoeveel mensen dat gebruiken. Dat heb je eigenlijk tegenwoordig bijna in elke beetje nieuwe auto zit dat wel. Dat zo'n voice ding, maar... Mijn vader gebruikt dat dus wel. Oh, echt waar? Of ja, in de zin van, dan zegt hij, bel mama. Oh, of ja. bel
Blin. Oh ja, 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 ja. Wij rijden de brug hierover, moet je horen. Hoor ik. Door die plaat die erop liggen, lijkt het echt elke keer alsof je iets raakt. Die de eerste keer dat dachten we echt, huh? Ja, ja, dat zijn die rijplaten gewoon die erop liggen natuurlijk. Maar je hoort elke keer zo'n irritante klap, dat het net lijkt alsof je de brug rijdt ofzo. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Want ik kan supergoed rijden, dus ja, ik heb nooit schade gereden. Dat is niet waar. Maar, nee, ja. Jij lacht toch gewoon op je eigen grap? Zeg jij met je ene grap. Zeg jij met je ene grap. Zullen we naar binnen? Ja, we gaan maar naar binnen. Oei. Oh, wij hopen echt dat we morgen leuk nieuws aan jullie kunnen brengen. Eerlijk? Hopelijk. Oh, we zaten een beetje in het donker. Hopelijk. Zo. Ja, even in het licht. Zo. We hebben een raar licht zo. Zo wat beter licht. Ja, nogmaals, we hopen dus echt dat we jullie morgen heel leuk nieuws kunnen brengen. Ik ben weer lekker terug boven, jongens. Zondagavond. En Lindy staat lekker te douchen. Ik heb de gordijnen alweer dicht gedaan. Tenminste, ik heb ze niet zelf dicht gedaan. Dat gaat automatisch. Oh, dat klinkt zo stom. Maar dat komt door die Hey Google. Dan gaan ze automatisch dus dicht. En ik lig lekker in bed. Zo, jongens. Ik zag dat de views de laatste week best wel een beetje aan de lage kant lagen. Kan natuurlijk gebeuren. Helaas, ik doe mijn best elke dag op een leuke vlog natuurlijk. Maar ja, de laatste week is misschien niet heel erg veel gebeurd. En ja, we gaan dus naar een echt wel een leuke tijd toe dus, hopelijk. Dus ik hoop ook dat er wat meer mensen dan weer blijven kijken natuurlijk en niet afhaken. Maar ja, ik doe wel zoals jullie weten elke dag mijn best. Maar je kan niet elke dag 6 gooien en elke dag een geweldige vlog neerzetten. Dat is ook gewoon lastig soms. Maar het viel me eventjes op, de views. Ik zat even te kijken, het ligt redelijk laag. Voor mijn doen dan tenminste. Ik weet niet per se waar het aan ligt. Misschien ook gewoon omdat mijn leven op dit moment gewoon steady is, zeg maar. En niet echt drama is of iets. En het gewoon steady is. Wat ja, voor mij persoonlijk wel heel fijn is natuurlijk. Maar misschien voor de vlogs wat minder leuk en spannend. Maar nogmaals, ja, deze week gaat wel echt heel leuk worden. En er gaan dus echt super dikke dingen aankomen. Dat kan ik jullie wel beloven. Ik hoop dat voor de mensen die nog steeds elke dag kijken en trouw elke dag dus echt mijn vlog aanklikken, heel erg bedankt sowieso daarvoor. Echt, ik waardeer het heel erg natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden om de vlog te kijken ook. Maar het is even wachten tot Lin lekker naast mij komt liggen. De views lagen de laatste weken namelijk, of liggen de laatste weken een beetje rond de 100 tot 110k. Dat is trouwens nog steeds bizar veel hoor, maar ik ben natuurlijk altijd wel iets hoger gewend, dus vandaar. Eigenlijk gek. Zeg maar, 100.000 mensen is nog steeds echt belachelijk veel. Jongens en meiden, dit was het ook voor vandaag. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen. En dan zeg ik nu... Wat zeggen wij nu? Doei! 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 Ja, dat is een nieuwe, jongens. Nee, ja, later moeten we in blijven. Dus ik zeg ook later.